Goedemorgen en welkom bij de allereerste vlog. Ik ga vandaag met Dionne een weekend weg en we gaan vrijdag, zaterdag en zondag. Ik sta nu in Amersfoort en we rijden straks richting onze onbekende bestemming. Maar ik ga jullie alle hints laten zien die we straks krijgen. En dan gaan we ook uiteindelijk zien waar we heen gaan, waar we het weekend weg heen gaan. Dus ik neem jullie gezellig mee. Ben je er klaar voor? Ja. Heb je er zin in? Ja. Ben je benieuwd waar we heen gaan? Ja, ik weet echt niet waar we heen gaan. Ik ben benieuwd. Ik heb ook echt geen flauw idee. We gaan het zien. Dionne koffertje. En mijn koffer. Zoet reclame. Nou, we gaan nu luisteren naar de eerste hint. En dit is het. Het is eindelijk zover. Je gaat met de auto richting jouw secret stay. Rij in de richting van Breda. Wanneer je hier in de buurt bent, mag je naar de volgende hint luisteren. Je hoeft niet de stad zelf in te rijden. Parkeer je auto op een parkeerplaats of laat je partner in crime, mocht je die bij je hebben, de volgende hint afspelen. Nou, je hoort het. Daar gaan we heen. Oké, we zitten dus nu in Breda en we mogen dus de tweede hint afspelen. Ben je benieuwd? Ja! Excited! We gaan het zien en jullie gaan het horen. Het is nu tijd voor je tweede hint. Rij in de richting van Antwerpen. Wanneer je hier bijna bent, parkeer je auto dan op een parkeerplaats en blaas je ballon op. Breek, stamp of knijp hem kapot en ontdek waar je naartoe gaat. Nou, jullie horen het. Leuk, we gaan dus naar België. Of in ieder geval eerst naar België en misschien wel verder. We zien het wel. We will see. Yay! Twee, één. Ja, ik denk dat je hard moet doen. Dionne heeft net onze ballon geknald, maar jullie hebben dit gezien. En we gaan naar Brussel. Ja, we gochten het gewoon dat we naar Brussel gingen. En nu was het zo van, jee, we gaan. Dus wij gaan nu richting Brussel. En we zien jullie daar. Ja. We zijn in het hotel aangekomen. Even lekker chillen op de kamer. Dionne is hier. Lekker aan het chillen op de kamer. Het is best wel een prima kamer. Gewoon lekker uitzichtje wel. Vet leuk parkje daar. En hierachter is de winkelstraat al. Dus alles is mega dichtbij. Even de badkamer showen. Gewoon helemaal dikke prima. We gaan nu even zoeken naar bezienswaardigheden, waar we even een fotootje kunnen maken van de outfit. En dan meteen weer kijken voor morgen. Wat voor leuke dingen er te zien zijn en te doen zijn. We're well excited. Excited. Very excited. We hebben onze eerste fotospot gevonden. Het is hier achter met al die boompjes. De boompjes zijn allemaal wit vanaf de onderkant. Het is echt heel leuk geworden. Tenminste, daar gaan we van uit. Maar het wordt al donker. Dus op zich is dat wel een beetje jammer. Want dan lukken de foto's nooit meer zo heel goed. Dan wordt de kwaliteit altijd zo snel minder. Maar we hopen op het beste. En we gaan nu nog even kijken bij de kathedraal waar we net waren. Of die inmiddels al verdwenen is in de zon, zeg maar. Dat die niet meer in de zon staat. Want dan is dat ook wel heel mooi om foto's te maken. But we will check it out. We hebben lekker gegeten. Lekker burger. Lekker burger, yummy. Bij dit. Het was in ieder geval een lekkere burger. Ja, mooi plekje. Ja, mooi plekje. Kijk, leuk plekje. Ik ben wel vergeten te filmen, maar leuk plekje. Goedemorgen en welkom bij dag 2. We zijn gisteren uit geweest hier in Brussel. Het was echt heel tof en Jason Derulo was er. Dus ik heb hier ergens wat filmpjes tussendoor die ik gisteren gemaakt heb met mijn telefoon. Aangezien ik de vlogcamera natuurlijk niet bij me heb. Maar het was heel cool.
En we gaan zo lekker ontbijten. En dan weer de stad in, een beetje foto's maken, dingen bekijken. En volgens mij gaan we de stripperoute doen. Dus dat is wel heel tof. Eerste minuut weer buiten. We gaan nu voor de tweede dag lekker shooten. Yes. Eerst even naar de winkel, want ik heb bladen. Dus ik ga even de bladenpleister halen. En hopen dat ik dan wel weer de hele dag kan lopen. Maar gisteren is echt mijn voet zo open gegaan. Dat is echt helemaal kut. Oh, zonnetje. Maar ja, hè? Ja, heel fel. Naar de zonnebril. But you will see it. Deze mevrouw heeft blaren. En wat voor een. We staan nu bij onze vierde shootlocatie. Met een nieuwe outfit. Die jullie al tegen gaan komen op Instagram. Of misschien staat hij al op Instagram. Dan link hem hier. Hier of hier of hier. Ik kan nog niet bewerken. Dus jullie zien het vanzelf. Inmiddels hebben we een paar stripperuren bekeken. Het was best interessant, maar ja. Qua was, foto's. Eigenlijk meer leuk voor de foto's. Dus we hebben een paar Insta-pickies gemaakt. We lopen nu weer terug naar het hotel en dan gaan we zo weer die kant op. En dan gaan we een crepe halen. En of course, omdat het Insta-live is, ook die gaat weer op de foto. Very nice. In Brussel. We wilden eigenlijk ergens terrasjes gaan zoeken, maar nu kwamen we dus hier terecht. En we dachten dat we dit al gezien hadden, of in ieder geval ik dacht dat wij dit al gezien hadden. Dionne zei van niet, maar ik zei van wel. Maar inmiddels zijn we dus nu hier en het is echt heel mooi. Alles is echt met goud bedekt en zo. Lopen en ik denk dat we ongeveer halverwege zijn. Maar het is allemaal zo ver lopen. Helemaal niks. Maar op zich wel weer goed voor de beentjes. En het zonnetje schijnt lekker. We hadden verwacht dat het heel bewolkt zou zijn, want vanochtend was het echt rot weer toen we wakker werden. Maar het is inmiddels echt een stuk beter al. Ik krijg al wel een lamme arm van het kloppen. Van het filmen. Ik weet niet hoe ik dit ga noemen. Inmiddels zijn we dus aangekomen bij Hubbelpark. Het was even lopen. But we got it. Oké, eindelijk happy. Oké, dit is het park. Lekker groot. Dus we gaan er even lekker doorheen lopen. Nou, that's it. Lekker zonnetje erbij. Lekker genieten.
zondag zijn we teruggekomen, dus ik ben een beetje laat. Ik was helemaal vergeten om het af te sluiten en daar kwam ik het met het editen achter. We hebben een heel erg leuk weekend gehad. We zijn dus in Brussel geweest, maar dat hebben jullie allemaal kunnen zien. En we zijn met Secret Stage geweest. Het linkje hiervan komt in de beschrijving te staan. En dan wil ik jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze allereerste video. En natuurlijk de duimpjes omhoog, dat zou heel leuk zijn. En abonneren. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken.